ben Jorrit Hendricks, 25 jaar, voetballer bij PSV. Haar is toch wel super belangrijk voor mij, ondanks dat ik het niet heb. Vroeger had ik wel een redelijke bos. En dat is de afgelopen jaren, 5 jaren zeker wel sterk verminderd. Ik had het toch wel liever anders gezien, maar dat is op dit moment niet in de orde. En ze hebben me gewoon duidelijk verteld hoe het allemaal in elkaar steekt en mijn situatie persoonlijk ook gewoon geschetst. Omdat, ik heb redelijk weinig haar, het donorgebied achter is ook niet heel optimaal, maar ik heb ze gewoon ook aangegeven wat ik graag veranderd zou willen hebben. Het beeld dat ze schetsen, dat zal voor mij zoveel verandering bieden en daar zal ik zo blij mee zijn. Volgend jaar staat een mooi bruiloft gepland van Jorrit en zijn lieve vriendin Julissa. Dit gebeurt 1 keer in je leven, daarom moet je goed op de foto staan met een mooie kapsel. Helaas zijn er een aantal onzekerheden met betrekking tot de operatie van Jorrit. De oppervlakte qua kaalheid is erg groot en zijn donorgebied is beperkt. Dit heeft men besproken met Jorrit. Hij gaf aan dat zijn verwachting realistisch is. Daarom hebben we besloten om deze uitdaging aan te gaan. Uiteraard gaan we ons uiterst best doen om het maximale resultaat te behalen en hiermee zijn onzekerheden te ontnemen, dat hij op zijn bruiloft kan stralen. Door deze uitdaging aan te gaan, zetten we enigszins onze reputatie op het spel, maar wij geloven in onze kennis en kunde. Yes, Jorrit, welkom. En vandaag op bezoek bij ons kliniek. Ja. En een verrassing, wat een haar, wat een bos haar. Ja, je hebt een tijdje niet meer gezien. Hè? Ja. Dus, 3 maanden geleden was je hier voor jouw tweede haartransplantatie. Ja. Maar wat deed haar met je? Ja, ik weet nog heel goed, toen we het hele proces in gingen bij de eerste operatie. Je vertelde me toen al van dat het donorgebied, het was zwak. En het resultaat, en wat je me net vertelde toen ik binnenkwam van wow, en dat had ik nooit verwacht. En het is niet dat ik er nu al aan gewend ben, je went er aan, op bepaalde mate wen je er wel aan. Maar alsnog, als ik steeds terugdenk van wow, het is niet normaal hoe ik was en wat ik nu heb, dat had ik gewoon nooit durven dromen. En normaal was het altijd bedekken, een beetje onzeker en nu is het echt gewoon ja, maakt niet uit. Maakt niet uit hoe mijn haren zitten, zit het een beetje in model, zit het door elkaar heen, maakt niet uit. Ik ben gewoon trots dat ik dit heb. En heb je een beetje kunnen wennen aan de nieuwe Jorrit? Ja, hoe hij zegt, het went snel en je bent er echt juist wel veel mee bezig. Gewoon iedere avondje wel van en dan even zo met water en mijn haarborstel gebruiken om het goed te komen. Dat is wel heel grappig. Maar nu natuurlijk veel nieuwe mensen leren kennen in Moskou. Mm-hmm. En die kennen hem niet anders. Als we nu foto's laten zien, het zijn echt gesprekken waar we het alleen maar over hebben. Kijk, zo was hij eerst. Dan mensen zeggen, een heel ander persoon. En mensen kunnen het gewoon niet voorstellen dat hij zo was. Je moet ze allemaal foto's laten zien. Kijk, dit was Kees. Kijk, dit was voor de operatie. Dit was na de operatie. Ja. We zijn ze wel echt heel benieuwd. Ja. Of ja, dat vinden ze wel interessant. De teamgenoten zeggen, zou je niet eens naar de kapper gaan? Het is zo lang. Nee, ik wil laten groeien. Dan moet ik uitleggen van, mag nog niet. Dan, het zit gewoon, het is echt gewoon wild en veel. En nu heb ik een mooi model. In het begin heb ik ook gezegd, eigenlijk ik kom niet na mij voor de harttransplantatie. En jullie wilden hem toch, en jullie wilden graag voor jullie bruiloft, voor wat een voorlijn hebben. Ja. Ik heb de minste beloftes gegeven aan jullie tot nu toe en ik denk dat het de meeste resultaat is bereikt. Ja. En ik heb Jorrit echt zien veranderen de afgelopen tijd weer, weer meer zin om naar buiten te gaan en dingen te ondernemen ofzo. Klinkt heel dubbel, of ik gewoon eigenlijk bijna een beetje gekkig, maar... Ja, dat betekende echt heel veel voor hem en dat vind ik echt mooi. Vandaag gaan we weer een nazorgbehandeling geven, CTS-behandeling, maar ook een PRP-behandeling, wat extra ook stamcel erbij. Ja. En dan gaan we proberen maximaal eruit te halen. Maar we zien ook iedere keer als we dan weer hier zijn geweest voor zo'n behandeling, dat het dan ook weer dubbel zo hard lijkt te gaan ofzo. Ja, daarom met gierende banden gisteren teruggekomen en nu zitten we weer hier. Het is zo... belangrijk voor jou ook. Maar je merkt ook gewoon dat die nabehandeling. Die maakt het verschil. Die maakt het verschil, denk ik. Nazorg.